Goedemorgen allemaal en welkom bij een gloednieuwe vlog. Dit wordt mijn allereerste vlog en mocht je er nu al zin hebben, gooi even die duim omhoog en abonneer op de kanaal met belletje aan. Want ja, normaal vlog eigenlijk nooit, dus ik zou zeggen dit is de eerste vlog op dit account. Maar mensen, laten we mee gaan beginnen, want vandaag staat weer wat leuks op de planning. Oh, jawel. En het kietelt een beetje. Ik weet niet wat het is, maar ik kreeg ineens een beetje een kietelend gevoel in mijn buik. Ik heb geen idee waarom, maar het zal wel goed zijn. Maar in ieder geval, ik moet sowieso nog even mijn haren doen, want ja, het ziet er totaal niet uit. En ik denk dat het goed idee is om het dan even op een goede manier te beginnen. Nou mensen, ik denk dat het hoogste tijd is om even mijn haar te doen, dus laat ik even haar even goed doen. Dus dan zien jullie ook weer zo hoe het eruit ziet. Mijn haren zijn in ieder geval weer gedaan. En ja, als ik zo even kijk, soms zit ik echt aan te denken, hier moet wel even iets gebeuren. Want ja, ik heb toch wel vaak echt van die inhoud, maar dat is echt, ik vind het verschrikkelijk. Dat is eigen mening over natuurlijk. Maar ja, toch, ik heb er heel veel comments over, maar daar doe ik het niet voor. Maar even voor de duidelijkheid, die inhoud ziet er ook echt niet heel fijn uit. Ik voel het weer, ik heb een kietel, wat is dit? Hoezo heb ik een kietel het gevoel ineens in mijn borst? Ik heb geen idee waar dat vandaan komt, maar het zal wel goed zijn. Ik krijg het ineens wel heel koud. Ik weet niet wat dat ineens vandaan komt, maar we gaan toch even de verwarming moeten aanzetten. Want het is wel echt heel erg koud ineens. Ik snap niet waar dat vandaan komt, maar wie heeft dat nou weer gedaan? Oké, Snowy, heb jij dat gedaan? Ik denk het niet. Ik denk niet dat Snowy erin staat te doen, maar mijn lieve kat wil naar binnen toe. Laat het even doen. Snowy, lekker naar binnen toe jij. En daar is mijn andere hond, Milo. Maar ik heb het echt koud, wat de hel? Oké. Hoe kan dat nou weer? Het is gewoon normale temperatuur, gewoon kamertemperatuur, 19 graden dus. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar koud. Ik heb het normaal nooit koud zomaar in huis. Zeker niet bij 90 graden. Dat is gewoon echt gewoon dikke kamertemperatuur. De meeste mensen hebben dat zo. Dus waar dat ineens vandaan komt, ik snap er niks van. Mensen snappen jullie het nog, dan snap ik het misschien ook. Maar ja, laat het even achter in de comments. En Milo is laatst ook weer een beetje bijgeschoren. Dat kun je wel denk ik een beetje zien. Hij is helemaal zacht. Kijk eens jongens. Ziet er toch mooi uit bij Milo. Hè? Nou, in ieder geval, dat is hartstikke leuk. Ik ga even een bijtje voor mezelf klaarmaken en ik ga even lekker wat eten. Ik denk dat het wel even handig is om even wat te eten. Dus laat dat eens even gaan doen. Ik moet sowieso nog even wat gaan doen vandaag buiten. Maar voordat we dat gaan doen, ik ga even mijn fretten aandacht moeten geven. En als het goed is, zijn mijn fretten dus in de kooi. Freddy's, waar zijn jullie? Hallo, Freddy's, waar zijn jullie? Zijn die verstoppertje aan het spelen? Ja, dat zijn ze. Kijk, hier zijn ze. Kijk eens. Daar zijn ze hoor. Kijk dan de fretjes. Kom eens even een kusje geven, jongen. Hè? Kijk mensen, dit is de fret. En ja, Freddy's vinden het ook wel fijn, maar die leren lekker te pompen. Dus dat. Hij wilde eigenlijk uit, maar liever niet met Milo erbij. Want ja, als Milo hier is en Fred wil eruit, dat gaat niet helemaal goed komen, denk ik. Dus het zorg is op Fredjes, maar andere keer. Als Milo boven is, mag je eruit. Nou, die laat ik even lekker verder slapen en ik ga verder mijn ding doen. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Ik was de hele tijd op zoek naar mijn autosleutels en dan ben ik zo dom. Ik zweer je. En ik voel het weer in mijn hart. Oh, ik weet niet wat het is, maar ik krijg deze steek hier zo. Snap jullie het? Ik weet niet, maar ik krijg deze heel veel die steek deze vlog op dit moment. Ik heb net gekriebel, gestookt en ik had het heel koud. Beetje apart, want normaal heb ik het nooit komen 90 graden. Zeker niet als ik bezig ben zoals nu, dus. Maar nu gaan we wel even echt de deur uit, jongens. Ik weet, het is heel onderbelicht hier zo, maar er gaat even die om. En ik denk dat de hoogste tijd is om even de auto ook te pakken. Och, ik zweer het je, ik zit nu in de auto en ik heb het heel warm op dit moment. Oh my god, ik zweer me helemaal kapot op dit moment. Wow, ik ga hem even aanzetten. Oh my god, ik doe mijn deur even open. Maar dit is niet best. Oh my god, ik heb mijn airco eigenlijk even echt op 15 graden, zodat we echt heel erg heet op dit moment. Oké, dus ik denk de hoogste tijd om dat even te doen, dus laat ik even de airco lekker op 15 graden zetten, want wow. Oh, dit is niet fijn en ik heb het nog steeds gewoon kapot warm. Hoe is dat ineens mogelijk? Ik bedoel, het was net echt super koud, ik had echt enorm koud en nu mega heet gewoon. Of ben ik gewoon hot? Nee, dat ben ik dus niet. Anders heb ik een betere haarlijn gehad en een betere kop. Maar nee, daar gaat het niet om. Mensen, het is veel te hot en ja, oké, de deur valt er dicht. Maar ik ga maar gewoon rijden en ik, ja, ik moet maar even accepteren, denk ik. Ik doe gewoon een raampje open en ik geef wel wat. Nou, misschien moet ik 300 km met mijn PUMR of de woonwijk rijden. Oké, dat ga ik niet doen, maar het is niet lekker. Oké, er was even serieus wat vaars aan de hand. Want ik zat dus net op mijn telefoon te kijken en ik kreeg dus een WhatsApp berichtje van dat ik in het bos moet komen of zo. Ik heb geen idee van een anoniem bericht, maar ja, we gaan er gewoon lekker op af en kijken wat ik hier nou precies mee moet. Ik snap er niet heel veel van, maar ja, misschien snap jij het. Ik denk het ook niet, want het is een beetje vaag. Mensen, wij gaan lekker naar het bos toe en ja, ik denk dat het beste idee is om er even naartoe te gaan. Oh my god. En zoals jullie kunnen zien zijn we dus aangekomen bij het bos. Dus we gaan de auto uitstappen en dat dus. Ik heb toen net echt kapot heet had. En weet je dat nog? Heb ik het nu in iets wat heel erg koud gewoon. Dus een beetje apart. En hey! Oh, mijn voorhoofd ouwe. Oh, dit is geen pretje. Ik kreeg ineens een tik tegen mijn voorhoofd, leek het wel. Een licht tikje hoor, niet zo grote, maar ik vind het niet fijn, maar het zal wel oké zijn, denk ik. Dus mensen, ik ga gewoon lekker het bos in. Oké, ik heb besloten om even stil te staan. Niet voor de lol, maar ja, dat is. Want ja, ik weet niet, ik was heel de tijd lopen en ik voelde heel de tijd wel iets of zo. Weet je wel, kleine tikjes op mijn borst. En dat is denk ik. Joh, ik kijk dat ineens. Wat is dit? Wat is dit dan weer te berekenen? Ik zweer het je. Nee, ik weet niet, ik vind het heel raar. Wat is dit? Oh, oké, dit klopt het niet. Ik zweer het je, want nou zit ik al heel een tijd een beetje zo. En die kriebels, dat ik het warm heb, dat ik het koud heb, is niet zomaar. Ik denk dat er iemand achter zit, maar ik weet niet wat, maar... Oké, ik hoor dat verder normaal aan. Oh, mijn dag daar wat net. Oh my god.
Zag je dat ook? Ik heb ook dat ik op tijd heb gefilmd, zo niet dan heb ik misschien pech gehad, maar zag je daar ook iets in de verte? Het is oprecht heel vaag, dat is het enige wat ik kan zeggen. Oké, misschien toch wel even leuk om te vermelden, want als ik tegenwoordig op straat ben, ik merk natuurlijk, ik word regelmatig herkend. Dat gebeurt gewoon zo. Alleen de manier waarop ik bekend word, vind ik altijd iets minder leuk. Ja, ik vind dat wel leuk om met mij kennen, maar ik moet altijd horen van, hey, je bent die TikToker. TikToker? Ik weet niet wat jullie eigenlijk meer vinden. Vinden jullie mij meer een TikToker op YouTube? Ja, ik vind mezelf gewoon nog steeds meer een YouTuber, want ja, ik doe nog gewoon fanatiek YouTube. En ik weet, ik maak ook filmpjes op TikTok, maar... TikToker? Nee man, ik vind het ook nooit fijn als mensen TikTok noemen eigenlijk. Ja, kijk, weet je, het is gewoon hoe het is, maar... Ja, ze bedoelt wel het goed, dat is wel het gewoon leuke foto's van te maken. Alleen als je dat toch tegenkomt, zegt dan, hey, je bent een YouTuber. Dat vind ik veel leuker om te horen, want dat ben ik ook. Ik ben een YouTuber, snap je? Geen TikTok. Oké, ik ben ooit een keer viraal gegaan met dat, oh, daar is Slenderman liedje, zeg maar. Dat klopt, maar nog steeds op YouTube, want die is op YouTube geüpload, niet op TikTok. TikTok heeft het viraal laten gaan, dat is een ander verhaal. En ik moet zeggen, TikTok heeft een leuke kracht om daarvoor te zorgen, maar nog steeds, ik ben geen TikTok. Ik ben altijd nog een YouTuber en ik zag je eerlijk, TikTok en YouTube nooit overnemen, hoe dan ook. En TikTok fame bestaat ook eigenlijk niet, maar ja, dat is. Kijk, er is één bepaalde kracht op TikTok, dat is als mensen video's re-uploaden op TikTok, weet je wel, en dan wordt dat veel bekeken, dan krijg je daar ook views op. Ja, dat is de kracht van TikTok. Daarom zeg ik al, TikTok en YouTube nooit overnemen. En, ah, mijn been! Ah! Ik weet niet wat dat ineens was, maar oh, die voel ik wel. Ah, man. Oh, oké. Okay. Ik moet proberen sterk te blijven, man. Ik zweer het je. Ah, ik zweer het je. Ik weet niet, ik voel alsof ik een snee in mijn benen. Wacht. Oké, okay, ik ben wel hoog, man. En, ah, ik voel, ik heb geen snee, maar het voelde wel zo, man. Oh, man. Ik zweer het je, alsof ik een mes in mijn knie kreeg. Au. Oh, dat is echt geen feitje, man. Man, oh man, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ben ineens helemaal nat. Ik weet niet of je kunt zien. Ja, tenminste, ik ben toch best wel nat. Ik druip helemaal ook. Ah, oh, dat is geen pretje. Kijk, mijn haar ook gewoon. Ja, het is niet super erg, zeg maar. Ah, oh, ik ben helemaal nat geworden, man. Wat de hel is er gebeurd? Oh, dit is echt geen pretje gewoon. Oh my god. Nou ja, in ieder geval, het is nog wel te doen. Het is gelukkig goed weer, dus ik droog al snel, maar... Oké, ik snap er echt niks van. Ik ga gewoon echt, ik zweer het, ik ga nu terug naar huis toe. En ik wil serieus weten wat er aan de hand is, want nu klopt er echt iets niet. I mean, het is zondag, het heeft niet eens geregeld. Dat is alsof er ineens regenplaat over je heen is geweest, 5 seconden en dat het ineens voorbij is. Ik had het moeten filmen, man. Ik was helemaal vergeten te filmen, maar ja, kan gebeuren. Oké, dames en heren, wij zijn weer thuis gekomen. En jawel, ik ga dus eventjes een foto maken of dan een snap even doorsturen en... Wat is er nou weer aan de hand? Oh my god, wat? Oh, wat is dit? Oh my god, guys. Look at this. Wie heeft dit nou weer gedaan? Oh my god, ik zweer het, is echt niet best. Hoe kom ik dit aan mijn gezicht? Ik heb het nog niet eens gemerkt. Ja, ik voelde wel ineens iets kouds op mijn gezicht. Ik dacht, wat is dit nou precies? En ah, en wie doet dat nou de hele tijd? Ik zweer het je. Oh. Au. Godverdorie, dat doet zich. Ik weet niet wat dat even te betekenen, maar dit is echt niet best hiervan. Oh. Oeh, dat meen je niet. Ik zweer het je, man. Dit is echt heel erg raar. Wow, gebeurt de hele tijd, man. Ik zweer het je. Auw. Ah, man, mijn nek. Wacht, ik zie nog iemand binnen. Ik ga er nu naartoe. Ik zweer het je, ga die nu te pakken nemen. Ik zweer het je, man. En ja, staan blijven. Hé, hey, hij is weg, hij is weg. Chips. Hey, ik zag hem net. Ik zweer het je. Oké, ik kwam daarbij te laat met filmen. Maar hij is ineens via die kant weggevlucht, man. Oh, nee. Hij is gewoon weggekomen. Hoe komt hij er ook meer weg? Kijk eens wat hij leert. Dit is gewoon een voederpop. Ik wist het. Is die oké? Kijk dan, hè. Kijk, dit ben ik gewoon letterlijk. Dat betekent dat iemand gewoon een voederpop van mij heeft gemaakt. Wat de hel, man. En die stift, dat valt ook wel heel erg op. Vandaar de hele tijd iets voeden. Nou, mensen, ik ga hier vlog bij staken. Want ja, andere keer ga ik wel gewoon een normale vlog doen. Alleen als je het willen, willen jullie dat ik echt daar eens ga vloggen? Laat het even achter in de comments. Want wie weet ga ik het gewoon doen. Like in ieder geval even deze video. Abonneer ik naar mijn belletje. Want als je sowieso like en abonneert, dan weet ik zeker dat je het wilt. En dan zie ik je later terug bij een nieuwe video. Ik ga het er even afhalen, mensen. Want dit ziet er niet uit. Tot de volgende.